Zo mensen, van harte welkom. Laten we lekker gaan starten. 5 minuutjes over één. Er zullen ongetwijfeld een aantal mensen binnenkomen langzaamaan. Maar degenen die op tijd zijn, moeten daarvoor beloond worden. Welkom op de platformbijeenkomst Beheer en Onderhoud. Ik neem aan dat ik verstaanbaar hoor. Het zou fijn zijn als iemand even een signaaltje kan geven in de chat. Dan weten we in ieder geval dat dat technisch werkt. Nou, platformbeheer en Onderhoud. Kijk, ik zie allerlei chats binnenkomen, dus dat werkt. Dank jullie wel. Nou, platformbeheer en onderhoud. Vandaag in het teken van het beheren en onderhouden van softwaregestuurde systemen. Daar hebben we twee leuke sprekers voor en wat interactieve elementen voor jullie. Maar laat ik beginnen met jullie even welkom te heten op deze digitale online platformbijeenkomst. Wederom. We hadden gehoopt het al in hybride vorm te kunnen doen, deels in Delft en deels vanuit huis. Maar helaas vanwege de strengere richtlijnen hebben we besloten om het volledig online te doen. Wederom via deze tool. Dus fijn dat jullie er zijn in deze tijd en dat we toch samen kunnen werken aan kennisontwikkeling en kennisverdieping op het gebied van beheer en onderhoud. Vandaag in het teken van het beheren van softwaregestuurde systemen en ICT-systemen. Ik kreeg signalen dat dat toch wel een onderwerp is wat aandacht vergt. De essentie van het beheren en onderhouden, zoals dit plaatje geeft, is om orde te houden in anders ontstaande chaos. Dat is zeker aan de orde als we het hebben over softwaregestuurde systemen. Het is toch een complexe materie, vaak minder goed zichtbaar, zeker niet tastbaar, maar het vergt wel echt beheer en onderhoud. En misschien op sommige vlakken wel intensiever dan het beton en het staal en de hardware van onze installaties. Dus vandaar daar vandaag aan gewijd. Even met jullie door de agenda heen stappen. De inloop hebben we gehad. Inmiddels, ik kijk even naar mijn rechterscherm, zitten we met zo'n kleine 25 man in de sessie. Hartstikke mooi. Ik neem jullie heel eventjes mee door wat uitleg over de webinar tool en hoe we die vandaag gaan inzetten. Vervolgens hebben we de eerste spreker Frans Lambrechts van de ICT-groep. Frans, alvast welkom. Zometeen gaan we je ook zien. Frans neemt ons mee in het hele lifecycle management van tunnels en dan specifiek inzoomend op tunnelsoftware en wat daarbij komt kijken. Frans heeft ook een aantal stellingen gedefinieerd waar we graag jullie reactie op willen. Dus na de PowerPoint van Frans gaan we ook interactief met elkaar aan de slag. Dus hou je muis alvast in aanslag. Vervolgens neemt Johannes Braams, Royal Haskoning DNV, het stokje over. En Johannes is zeer intensief actief op het gebied van cybersecurity in tunnels. Hij zal zich straks ook verder introduceren, maar neemt ons mee in de wereld van cybersecurity in relatie tot beheer en onderhoud. Nou, een beetje afhankelijk van hoe snel we dit doorlopen, hebben we ook tijd voor vragen en discussies. Maar beide sprekers hebben mij ook aangegeven om jullie te vragen niet te schromen om ook tussendoor met vragen te komen. En daarvoor hebben we die chat in de rechteronderhoek die je daarvoor kan benutten. Die zal ik tijdens de sprekers in de gaten houden en ook vragen aan hen doorkoppelen. En ik wil graag de laatste paar minuten van vandaag met jullie nog even benutten om samen na te denken over onderwerpen voor het platformbeheer en onderhoud voor 2021. Ook daar heb ik een poll voor ingericht waarop jullie naar hartelust je ideeën kunnen ventileren. Dat heb ik al gerubriceerd naar een aantal thema's. Nou, daar komen we straks aan toe. Laten we even verder stappen. Het webinar, de techniek en een paar afspraken. Voor jullie idee, de sessie wordt opgenomen, zodat we hem ook terug kunnen kijken en ook aan collega's van ons kunnen doorzetten. We gaan straks wat in discussie, ook via de polls en via de chat. Mochten daar nu dingen in staan waarvan jullie zeggen, oeh, die zijn eigenlijk wel privacygevoelig, laat het ons dan weten via een mailtje, een appje of een belletje. Dan knippen we dat er gewoon af en houden we het tot enkel en alleen de presentaties van Frans en Johannes. Maar zolang daar geen gevoelige dingen zitten, is het natuurlijk mooi om dat ook met ons netwerk te delen. Dus praat vrij uit en als er achteraf dingen bij zitten die je liever niet publiekelijk hebt, dan laat het ons weten. Deze plaat stond u straks al voor. Nou, wat tips om hier binnen te komen, dat is voor iedereen die aanwezig is gelukt, want anders was je niet hier. In ieder geval het verzoek, joh, gebruik een headset en oortjes, dat werkt beter voor de verstaanbaarheid. Mocht de verbinding inderdaad wat haperen, dan helpt het om je camera per definitie uit te laten. Daar wordt het een stukje sneller van.
Jullie kunnen zelf de camera nog niet aan of uitzetten en het geluid. Dat kan pas als Karen jullie daar toe autoriseert. Dat zou straks in de discussie aan de orde kunnen zijn. En dan halen we je gewoon even de sessie binnen. Dan de chatfunctie. Die zit rechts onderin jullie scherm als dat goed is. Hoop van jullie hebben hem al gevonden. Maak daar dankbaar gebruik van. Dus zodra je vragen, opmerkingen hebt, post het daar. De ervaring leert dat daar dan mooie gesprekken ontstaan die minstens zo waardevol zijn dan de presentaties. En stel daar ook je vragen aan de sprekers en dan zal ik die doorkoppelen naar de spreker. Of we halen je straks eventjes de bijeenkomst binnen met camera en geluid. Dan de twee presentaties, wat ik al zei, Frans Lambrechts en Johannes. En ik wil eigenlijk graag Frans vragen zich al voor te bereiden, de camera aan te zetten en zijn scherm te gaan delen. En Frans gaat ons meenemen in het hele lifecycle management van tunnels en tunnelsoftware. Vanuit zijn rol binnen ICT Plus. Maar vooral vanwege zijn jarenlange ervaring met tunnels en complexe infrastructurele werken. Frans, aan jou het woord. Succes en veel plezier. Dankjewel, Hans. Ik neem aan dat iedereen mij het ook kan horen en zien inmiddels. En Uitstekend, Frans. namelijk mij. Iedereen van harte welkom. Ik ga je het komende half uur meenemen met lifecycle management van tunnels en tunnelsoftware. Voor degenen die me niet kennen, ik zal me even voorstellen. De naam is dus Frans Lambrechts, werkzaam bij ICT Netherlands. En binnen ICT houden wij ons bezig met het ontwerpen, realiseren, testen in bedrijf stellen, beheer en onderhoud, lifecycle management, asset management van operationeel kritische applicaties en software systemen. En we zetten deze expertise onder andere in bij verschillende weg- en spoortunnels in Nederland. En deze kennis en expertise ga ik ook vandaag gebruiken in deze presentatie. Als we kijken naar tunnels in Nederland, dan zien we dat gewoon kritische assets zijn voor onze maatschappij. Ze zorgen voor welvaart, welzijn en veiligheid. Ze worden ook betaald vanuit overheidsgeld. En als je kijkt dan in die tunnels, dan zie je dat het aandeel van tunnelsoftware in de afgelopen jaren alleen maar is gegroeid. De software zorgt voor de bediening, de beheer en de bewaking van heel de tunnel en de tunnelinstallaties. En als we gaan kijken naar lifecycle management van tunnels, dan is zeker ook het lifecycle management van tunnelsoftware een onderdeel dat goed ingericht, uitgevoerd en geborgd moet worden. Als we even gaan kijken naar de tunnels, de Rijkswaterstaat-tunnels heb ik dan eventjes over in Nederland, dan hebben we ongeveer een 25 autotunnels. Daarnaast heeft het ook nog een ProRail, een 25-tal spoortunnels in Nederland. En er zijn er tunnels op provinciaal en gemeentelijk niveau. Nou, als je kijkt naar de Rijkswaterstaat-tunnels, er zijn afgelopen jaar heel veel tunnels gebouwd, opgeleverd en momenteel operationeel. Er zijn ook een aantal tunnels die zijn momenteel in aanbouw of gepland zelfs. Ja, en wat doet dat dan met de onderhoudswerkzaamheden en de onderhoudskosten? Dus het onderwerp lifecycle management van tunnels en tunnelsoftware, ja, wordt steeds actueler in deze maatschappij. Als we dan ook kijken naar de meerjarige begroting op het gebied van infrastructuur, en dan kijken we even naar de linker grafiek, en dan geeft dat aan de ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur van 2010 tot 2030, dan zien we dat in deze periode het gehalte voor nieuwbouw dat gaat dalen, maar het gehalte ook de werkzaamheden voor reconstructie, vervanging, onderhoud, dat gaat juist stijgen. Dat is ook heel logisch natuurlijk, hè? Als je de afgelopen jaar heel veel tunnels hebt gebouwd en opgeleverd, dan zal ook het aandeel voor reconstructie, vervanging en onderhoud toenemen. Maar als je dan kijkt naar de rechterkant, de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit de overheid op het gebied van rijkswegen en ook andere infrastructuur, maar de blauwe lijn is voor het hoofdwegennet. Ja, dan zien we dat die tot en met 2032 alleen maar zal afnemen. Als je het vergelijkt met het punt van 2019, dan wordt het bijna zelfs gehalveerd. Dus het zal de komende jaren echt heel goed kijken worden van hoe gaan wij de bestaande assets, de bestaande tunnels nu onderhouden, beheren, zorgen dat ze up-to-date blijven en veilig blijven. Maar we zullen wel ondertussen ook moeten zorgen dat ja, de lifecycle, dat die gewoon doorgaat van de
onderdelen in de tunnels, waaronder dus de tunnelsoftware. Als we even terugkijken naar de ontwikkeling van de tunnelsoftware de afgelopen jaren, dan zien we dat er eigenlijk de opmars van tunnelsoftware, dat is alleen maar toegenomen. Waar we in het verre verleden alleen maar gebruik maakten van discreet gestuurde systemen en tunnels, zien we nu dat hoofdzakelijk software wordt gebruikt voor het besturen van tunnelsystemen. Nou, wat zijn dan precies de gevolgen? Nou, als ik kijk alleen maar naar het gereedschap, hè, werd er voor discreet systeem natuurlijk gebruik gemaakt van schroevendraaiers en multimeters. En voor software gestuurde systemen gebruik je als gereedschap een stukje laptop. De betrouwbaarheid, dat denk ik dat je kunt stellen dat ze beide even betrouwbaar zijn. Als je dan verder naar onder gaat, kijken naar de wijzigbaarheid, de uitbreidbaarheid, de analysemogelijkheden, disaster recovery en de mogelijkheden voor remote monitoring en diagnose, dan biedt software aanzienlijk veel voordelen ten opzichte van discreet gestuurde systemen. En dat zijn natuurlijk belangrijke aspecten waarom we de afgelopen periode hebben gezien dat discreet gestuurde systemen allemaal zijn vervangen door software gestuurde systemen. Er zitten natuurlijk ook aan nadelen aan software gestuurde systemen. Die zie je onderaan ook staan. De cybersecurity en levensduur. Nou, onderwerp cybersecurity, daar gaat Johannes Braam zo meteen jullie meenemen. En de levensduur, daar ga ik jullie in meenemen. Want als je dan kijkt naar de levensduur van de verschillende onderdelen in een tunnel. En ik heb hier een aantal, heb ik er dan weergegeven. Van constructie, bekabeling, de E-installaties tot verder naar beneden. De producten in het tunnel, op het gebied van software of software gerelateerd. Dan heb ik deze uitgezet tegen de life cycle, de levensduur van deze onderwerpen. En de schaal die je hier ziet, de horizontale schaal, dat is de tijd. En die is niet lineair. Dat heb ik bewust gedaan natuurlijk om de verschillen duidelijk te kunnen weergeven. Dus kijk naar een constructie, die gaat ongeveer 75 jaar mee. Neem als voorbeeld bijvoorbeeld de Maastunnel in Rotterdam, die de afgelopen jaren is gerenoveerd, ook op het gebied van constructietechnisch gebied. Is nu momenteel 75 jaar oud. En door deze reconstructie kan die hopelijk nog 100 jaar worden. En ze hebben voor elke installatie in het tunnel een life cycle. En als je onderkijken zie je daar bijvoorbeeld de security patch. Ja, wat is nou de life cycle van een security patch? Dat is heel moeilijk te voorspellen natuurlijk op voorhand. Want je weet natuurlijk niet wat er allemaal gebeurt om ons heen. En wat voor vervelende dingen andere partijen gaan uitproberen om te kijken van hoe veilig de systemen zijn. Kijken we even naar de klassieke badkuipkrommen van producten, dan is deze in te delen in drie verschillende fases. De eerste fase, de beginfase, dan zien we dat er veel fouten of defecten optreden, en ook de bijbehorende kosten natuurlijk, in de tijd, omdat er bugs aanwezig zijn, onverwachte invloeden van buitenaf of de nieuwigheid. En wat we natuurlijk altijd willen, is dat steile gedeelte aan de linkerkant, dat zo kort mogelijk duurt in de tijd. De tweede fase, de middelste fase, is gewoon normaal operationeel gebruikt. Hier zie je dat er relatief weinig storingen zijn en de storingen die er optreden, zijn de storingen conform de MTBF, de Mean Time Between Failure. Maar ook daar, je maakt een ontwerp en je hoopt dat het aantal fouten en storingen zo laag mogelijk is. Dat hoop je niet alleen. Daar heb je procedures voor, daar heb je systemen voor en heb je mensen voor met ervaring en kennis om daarvoor te zorgen en dat te kunnen garanderen. En dan de laatste fase, de eindfase, dan gaan er weer meer defecten optreden als gevolg van slijtage, einde levensduur of ook externe invloeden. En je wil natuurlijk dat periode dat het aantal storingen gaat optreden, dat wil je ook zo lang mogelijk uitstellen in de tijd. En als je dan alle drie deze fases bij elkaar optelt, dan kom je tot de klassieke badkuipkrommen zoals hier weergegeven, waarvan je wil dat het linker gedeelte zo steil mogelijk is, het middelste gedeelte zo laag mogelijk is en het rechter gedeelte zo laag mogelijk gaat optreden. Dat is het klassieke voorbeeld, zoals het meeste wordt gebruikt voor het aantal fouten in de tijd van een bepaalde product of oplossing. Als je kijkt naar software, dan zie je vaak dat deze klassieke badkuipkrommen niet volledig wordt doorlopen. En waarom is dat? Bij software heb je toch vaak aspecten als een te hoog risico, nieuwe eisen en wensen, verouderde technologie of beperkte beschikbare kennis op het gebied van de gebruikte software om deze te kunnen handhaven. Dan zie je heel vaak dat in de
tweede periode, het middelste gedeelte van de badkuipkommen, al noodzakelijk wordt of gewenst is om de software te vervangen. En dat was wat we bedoelen met de lifecycle van software. Die is dus aanzienlijk korter dan vaak van andere producten. De keuze die je dan moet maken bij lifecycle management, en zeker ook het gebied van software, maar ook bij andere deelinstallaties in tunnels, is dat je de juiste balans gaat vinden tussen de prestaties, de risico's en de kosten. En je wil natuurlijk de prestatie, dat de tunnel blijft voldoen aan de eisen die er zijn gesteld. Deze eisen kunnen ook veranderen in de tijd dat de tunnel is geopend. Nieuwe eisen, nieuwe wensen. Je hebt te maken helemaal met risico's. Ook die moet je gewoon beheersen met bijbehorende maatregelen. En ook die kunnen veranderen in de loop der tijd. En je hebt natuurlijk kosten. Kosten van de bouw, maar ook kosten voor beheer en onderhoud van je object. En die gezamenlijk vormen een balans waarmee je lifecycle management, als je dat uitvoert, je daar rekening mee houdt. Van software gebruiken wij vanuit ICT daar een norm voor, de ISO 25010. En deze norm is een internationale norm waarin dus de kwaliteit van software wordt beschreven. En de vijf belangrijkste aspecten die daarin worden gehanteerd zijn de modulariteit, de mate waarin de software of delen van software kunnen worden gebruikt als losstaande componenten. De herbruikbaarheid, zodat ze ook voor meerdere objecten of in een tunnel zelf meerdere malen gebruikt kunnen worden. De analyseerbaarheid, dus op het moment dat iets niet doet wat het moet doen, hoe kun je het dan analyseren? De wijzigbaarheid, dus hoe kun je dan makkelijk wijzigingen uitvoeren? En dan zit het met de testbaarheid. En we zien zeker met tunnels dat uitgebreid testen noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat na de opening er zo min mogelijk problemen zijn. Dat zijn de vijf belangrijkste aspecten vanuit de ISO 25010 die worden gebruikt om de kwaliteit van je software zo hoog mogelijk te houden. Kijken we specifiek naar de lifecycle management van software, dan hanteren we daarvoor vier stappen. We inventariseren de huidige status. Vervolgens gaan we richten waar we naartoe willen. We gaan het inrichten door het opstellen van een lifecycle plan. En als laatste gaan we het verrichten door uitvoeren van lifecycle plannen. Alle activiteiten die we in het plan wegzetten, gaan we dan uitvoeren. En deze vier stappen ga je dus cyclisch doorlopen. En daarmee lijkt het heel veel op de Deeming Circle, waar je ook vier stappen hebt. Plan, do, check en act. Om continu je prestatie normaal gesproken te borgen en te verbeteren. Is het eigenlijk ook zo bij een lifecycle management gebeuren. Waar je continu stappen doorloopt om te zorgen dat je juiste beslissingen kunt nemen ten aanzien van de lifecycle management van je software. Kijken we even naar stap 1. Het inventariseren van de huidige fase. Dan kan dat door het uitvoeren van een lifecycle scan. Daar maak je een doorsnede van de gebruikte configuration items. En dan ga je op basis van de bekende lifecycle fase waarin ze verkeren. Ga je dus kijken wat is de staat van de tunnel. En de statussen die doorgaans worden gebruikt bij softwareproducten is de active fase. Daar wordt dan ook actueel ondersteund vanuit de leverancier. De classic fase, dan zie je dat het al wat afneemt. Meestal starten ze met het verkopen van nieuwe versies. De limited fase, dan heb je nog maar beperkt support en obsolete. Dan krijg je helemaal geen support meer vanuit de leverancier. In Nederland zien we dat de meest gebruikte systemen zijn van ABB, Siemens en Schneider in de autotunnels in Nederland. En deze toeleveranciers hanteren ook deze vier stappen of fases eigenlijk van de lifecycles van producten. Als je een actief configuration management toepast binnen je tunnel, of eigenlijk je tunnel software systeem, dan is van elk configuration item al bekend in welke status deze verkeert. Want dan registreer je continu wat er in je tunnel zit. Je beheert het continu en je moet ook continu een controle uitvoeren van wat is de actuele status van de gebruikte configuration items. Kijken we naar stap 2. Richten waar je naartoe wil. Elke tunnel is natuurlijk een uniek object en verkeert ook in een unieke situatie van zijn of haar levensduur. Je hebt natuurlijk veranderende maatschappelijke eisen. Dat kan ook betekenen dat dat betrekking heeft op de tunnel zelf. Er kunnen nieuwe wetgevingen komen, er kunnen andere leveranciers komen, er kunnen andere technologie kan er ontwikkeld zijn die allemaal betrekking kunnen hebben op de ontwikkeling van de tunnel.
Het is natuurlijk noodzakelijk dat je de tunnel gedurende de gehele levensduur kunt onderhouden. En er horen ook renovatie- en vervangingsactiviteiten bij. En de prestaties van de software. Ook die moet gewoon voldoen aan de prestaties die er zijn gesteld aan het softwaresysteem zelf, maar ook van de hele tunnel. Kijken we even naar stap 3 en 4. Het inrichten ervan en het verrichten van de lifecycle activiteiten. Voor het inrichten ervan hanteren we een lifecycle management plan. In het lifecycle management plan maken we de afwegingen van prestaties, risico's, kansen, ontwikkelingen en kosten. En werken we deze uit van, joh, wat zijn dan de consequenties voor kennisborging, processen, tools, planning en activiteiten. En in stap 4 gaan we die daadwerkelijk uitvoeren. En hiermee zorgen we ervoor dat alle activiteiten op het gebied van lifecycle management daadwerkelijk worden uitgevoerd. En dan hebben we het op strategisch niveau, tactisch niveau en operationeel niveau. En strategisch niveau is dat het bepalen van het beleid en het monitoren of dat het beleid er daadwerkelijk goed wordt toegepast. Op tactisch niveau het maken van een analyse en een planvorming ervan. En op operationeel niveau het voorbereiden en het uitvoeren van activiteiten behoren bij lifecycle management. Theoretisch een mooi verhaal, dat klopt het ook, maar de praktijk is vaak weerbarstiger, hè, zoals het dan heet met een mooie uitdrukking. Want een softwaresysteem bestaat uit meerdere verschillende producten van verschillende leveranciers. En die verschillende producten hebben ook allemaal een eigen lifecycle. En om even een voorbeeld te nemen, je hebt te maken met een hardwareplatform vanuit je besturing. Je hebt te maken met de software, die bestuurssoftware die erin zit. En vaak heb je ook te maken met je operating systeem voor de software. En die draaien allemaal tegelijkertijd en zijn allemaal ook van elkaar afhankelijk. Dus kun je dus te maken hebben dat je bij elk product een andere lifecycle hebt, een andere lifecycle fase ook waar je product in verkeert. En je kunt dus niet zomaar zeggen, stel je operating systeem, neem als voorbeeld Microsoft Windows, dat wordt niet meer ondersteund door Windows. En dan kun je niet zomaar eenvoudig zeggen van nou, dan pakken we de meest actuele versie van Windows. Want dat moet ook ondersteund worden door de andere producten aanwezig in het software systeem. Dus de hardware waarvan gebruik wordt gemaakt of het besturingssysteem van de software. En dat maakt de praktijk vaak wat weerbarstiger dan de theorie. Zeg het maar eenvoudig, het maakt een stuk complexer. Want je moet elke wijzigingen die je wilt toevoegen bij één product, moet je ook toetsen of dat het wel past bij de andere producten waarmee het hele software systeem is opgetuigd. Er komt vaak wat onderwerp naar voren, maar hoe vaak moet je dan daadwerkelijk een software update uitvoeren of doorvoeren? Wat is nou wijs en wat is verstandig? Nou, ten eerste moet je natuurlijk altijd die balans maken, zoals ik net heb verteld, tussen de prestaties, de risico's en de kosten. Andere aspecten die je meeneemt, daarin zijn de voor- en nadelen van updates. En in deze sheet hebben we de voor- en nadelen weggezet van, joh, wat zijn de voordelen ten opzichte van een regelmatige kleine update, ten opzichte van de voordelen van regelmatig een grote update en lange tijd. En als je dan kijkt naar de flexibiliteit, testbaarheid en risicobeheersing, dan zie je dat er duidelijk in het voordeel is van het opvoeren van kleine updates. Als je kijkt financieel, er is er vaak een hele discussie over. En dat is ook heel begrijpelijk. Geld is belangrijk. Van wat is nu goedkoop? En dat is nu net hoe je het bekijkt. Welke onderdelen neem je mee bij de update in je begroting? En tel je mee bij het financiële deel om nu echt een afweging te maken van wat is nu het voordeel of wat is nu het nadeel van welke wijze die je pakt. Als je kijkt naar begrotingstechnisch, dan zie je eigenlijk dat het voordeel uitvalt in het regelmatig doorvoeren van kleine updates. Kleine updates kun je heel eenvoudig begroten en je kunt zeggen, zoveel updates per jaar gaan we waarschijnlijk implementeren. Dus gaan we daar ook een bepaald bedrag voor afprijzen en meenemen in de begroting. Als je één keer in zoveel tijd een grote update wilt uitvoeren, is het heel lastig op voorhand te zeggen, wanneer ga ik die update dan daadwerkelijk uitvoeren en wat zijn de kosten daarvan? Dus dat valt vaak uit in het voordeel van het regelmatig uitvoeren van kleine updates. En het laatste aspect, tunnelsluiting. En dat is onze ervaring in ieder geval, dat als je regelmatig hebt een tunnelsluiting. Elke tunnel moet regelmatig onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. En als je een kleine update wilt uitvoeren,
dan kan die vaak worden doorgevoerd tijdens een reguliere tunnelsluiting. Als je een grote update wilt uitvoeren van de tunnelsoftware, dat betekent vaak dat je heel de tunnel specifiek moet gaan afsluiten voor enkel deze update. En als je zo daarnaar kijkt, dan valt ook het voordeel uit in het doorvoeren van regelmatig kleine updates ten opzichte van eens in zoveel tijd uitvoeren van een grote update. En dat is eigenlijk niet zo vreemd. Hè? Als je kijkt naar de trends in gewoon heel de maatschappij, als je kijkt naar de grote softwareleveranciers, dan doen die eigenlijk precies hetzelfde. Kijk even naar Microsoft en de operatiesysteem Windows, wat ze in de markt zetten. Dan hebben ze een zogenaamde Patch Tuesday ingevoerd. Dat doen zij al jaren. Elke tweede dinsdag van de maand brengen zij nieuwe updates uit. Dus één keer zoveel maand kun je daar gebruik van maken. Hetzelfde zie je bij de mobiele telefoons. Apple met iOS of het Android operatiesysteem voor mobiele telefoons. Wordt ook minstens in de maand wordt daar een nieuwe update van uitgebracht. Een andere industrie, de auto's, dan zie je dat Tesla. Je brengt daar vaker updates uit, zelfs meerdere keren per maand. En dat is geen toeval. Want als je kijkt naar het risico van een upgrade in de tijd, dan zie je dat in de grafiek linksonder. Als je steeds kleine updates uitvoert, dan is ook het risico dat je loopt, is gewoon kleiner en beter te beheersen dan als je één grote update uitvoert in zoveel tijd. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de functionaliteit die je tot je beschikking krijgt. Dat staat in het rechte grafiek. Als je vaker kleine updates uitvoert, dan komen eerder functies ter beschikking van de gebruikers. Dan als je natuurlijk gewoon eens in de zoveel tijd een update uitvoert. Klinkt hartstikke logisch. En je ziet ook gewoon dat de grote softwarepartijen dit ook al jarenlang toepassen. Dus het uitvoeren van kleine software updates is eigenlijk veel voordeliger en handiger en praktischer dan het uitvoeren van een software update eens in de zoveel tijd. En dat eigenlijk geldt ook voor tunnels. Ja, als je dan lifecycle management toepast op tunnel software, dan komen wij eigenlijk ook tot de conclusie dat het vaker toepassen van kleine updates veel beter is dan een grote updates één keer in de zoveel tijd. Je verkleint de risico's en je zorgt ook voor dat de risico's beter te beheersen zijn. Ook nieuwe functionaliteit komt eerder ter beschikking van de gebruikers. Je kunt ook gerichter gaan sturen op functies die ze willen toepassen, nieuwe functies binnen een tunnel. Als je configuration management toepast in je tunnel, ben je ook altijd actueel op de hoogte van de status van het software systeem en het product waarvan het gebruik maakt. Bij gebruik van een testsysteem kun je ook het principe toepassen van een OTAP-straat, waarbij je elke wijziging, klein of groot, die je wil implementeren in het productsysteem, moet eerst daadwerkelijk uitvoeren, kan testen en accepteren samen met je opdrachtgever. En daarnaast natuurlijk een robuust change management proces, wat je hanteert en als leidraad gebruikt bij het implementeren van elke update dat je toepast. En als laatste punt van de tunnelsluitingen. Onze ervaring is dat kleine software updates kun je uitvoeren gedurende een reguliere tunnelsluiting. En dat wordt een stuk lastiger bij een grote software update. Kijken we dan naar het resultaat. Door het uitvoeren van regelmatig kleine software updates, dan zien we dat er een optimale waardecreatie optreedt van de tunnel, gedurende de hele levensduur ook van de tunnel. En dat zijn de aspecten die ik eerder noemde in de presentaties. Kijk naar de prestaties, risico's en kosten. Dan zijn deze veel makkelijker te behappen bij het regelmatig uitvoeren van kleine tunnel. Of tijdens kleine software updates. En blijft ook de waarde van je tunnel zo hoog mogelijk. Kijken we dan naar andere aspecten van een tunnel, niet alleen naar de software, dan zien we dat software altijd de verbindende factor vormt vandaag de dag binnen tunnels. Software gebruiken we natuurlijk voor bediening, bewaking en besturing, maar ze zijn ook verbonden met alle tunnelinstallaties, alle disciplines aanwezig binnen een tunnel. En verbindende factor zou je ook kunnen gebruiken, en dat wordt op sommige plekken ook al gedaan, voor het inwinnen van data van andere onderdelen
binnen deze tunnel. En daardoor krijg je dus inzicht in andere onderdelen van je tunnel, in je tunnel als geheel. En deze sheet moet je lezen van beneden naar boven. De data die je inwint vanuit andere tunnelinstallaties, actuele data, historische data, kun je gebruiken om informatie te verzamelen van de installaties. Je kunt deze combineren, je kunt op een gegeven moment ook trends en patronen en verbanden gaan herkennen. En daardoor krijg je ook meer inzicht in het gedrag en de levensduur van de andere onderdelen in de tunnel. Je kunt die visualiseren, je kunt er dashboards voor maken. En daardoor kun je ook gaan sturen op je assets en je lifecycle management en voorspelde onderhoud van andere onderdelen in je tunnel en je tunnel als geheel. Dan kijken we even naar voorspelde onderhoud. Dan zijn er verschillende onderzoeken gedaan, dan wel maar eentje in Amerika. En zij komen met het volgende. De volgende resultaten als we voorspelde onderhoud zouden gaan uitvoeren bij een asset. De return on investment is een factor 10. De onderhoudskosten gaan 25-30% naar beneden. Het aantal storingen 70-75%. De beschikbaarheid gaat omhoog. En ook de productie gaat omhoog. Nou, de productie is natuurlijk niet van toepassing bij een tunnel. Het is een Amerikaans onderzoek. En ja, wat er van waar is, dat weet ik ook niet. Al is maar de helft ervan waar. Dan denk ik dat het ook heel goed toepasbaar is bij tunnels in Nederland. Komen we tot de conclusie. En een aanbeveling op het gebied van lifecycle management van tunnelsoftware. Dan is het essentieel om vanuit het ontwerp rekening te houden met lifecycle management gedachten. Als we een tunnel en de tunnelsoftware ontwerpen, denken we vooral aan functionele eisen. Maar we moeten ook aan niet-functionele eisen denken om de lifecycle van de tunnel en de tunnelsoftware in te kunnen vullen. Bijvoorbeeld configuration management. Zien we dat vaak een ondergeschoven kindje is. Er wordt een dossier opgeleverd bij de tunnel. En als het al compleet is, dan ontbreekt vaak het gedeelte van de software. Daar is dan nog maar weinig aandacht aan besteed. We moeten kijken naar de onderhoudseisen en processen. Het testsysteem, dat wordt gebruikt bij het ontwerpen en bouwen van een tunnel, moet je ook meenemen gedurende de hele levensduur van een tunnel, zodat je ook bij aanpassing in een tunnel gedurende de levensduur dat kunt gebruiken als testsysteem en het implementeren van nieuwe patches. En natuurlijk het rekening houden met de ISO 25010, hebben nieuwe ontwikkelingen voor de kwaliteit van tunnelsoftware. Nou, daarnaast hebben we de vier stappen bij de lifecycle management van software, dus het inventariseren, richten, inrichten en inrichten. En als je die cyclus continu blijft doorlopen, dan zorg je ervoor dat de tunnel continu op de hoogte blijft van de nieuwe updates. Maar ook dat de meerwaarde van de tunnel ook gehandhaafd kan worden. En dan hebben we het over maatschappelijke kosten voor het beheer en onderhoud van een tunnel. En als laatste het toepassen van data analytics voor asset management in de tunnel. De tunnelsoftware is daar een verbindende factor bij, omdat deze verbinding heeft met alle deelinstallaties in een tunnel. En zet de data om in informatie en inzicht. En zo kun je op een voorspelbare manier onderhoud gaan uitvoeren en asset management gaan uitvoeren voor een gehele tunnel. Dit was mijn inbreng voor vandaag, het gebied van lifecycle management van tunnelsoftware. Dan gaan we even kijken in de chatbox of dat er vragen zijn binnengekomen. Ja, een paar, Frans. Dat begon met brand en klei. Of je ook iets kan zeggen over de verhouding van het uitvoeren van vele kleine updates in relatie tot de beschikbaarheid van de assets. Want na de updates dient het immers aantoonbaar juist te functioneren. Met andere woorden, getest te worden. Lees niet beschikbaarheid. Kijk jij daar tegenaan? Ja, er is geen rule of thumb om dat maar te zeggen. Als een tunnel en de tunnelsoftware goed operationeel is en er is ook geen behoefte aan om deze te updaten, ja, dan moet je dat niet doen. Als je kijkt naar de risico's en de gevraagde prestaties, ja, dan zien we wel vaak dat in de loop der tijd dat deze dus veranderen. De risico's veranderen en ook de prestaties of de gewenste functionaliteit verandert. En dan moet je gaan kijken wat is handig en wat is wijsheid. En dat zal bij de ene tunnel betekenen dat je dus vaker updates gaat uitvoeren dan bij de andere tunnel. Ja, helder.
En dan zag ik nog een vraag van Cedric Bot over de testsysteem. Ik weet niet of jij hem zelf ziet, Frans. Eigenlijk omdat de testomgeving cruciaal is natuurlijk om dit allemaal goed draaiend te houden en hoe je daarnaar kijkt bij bestaande objecten. Ja, ons advies is eigenlijk om altijd gebruik te maken van een testsysteem. Omdat elke wijziging die je doorvoert, die wil je dus vooraf goed kunnen testen voordat je die in een productiesysteem zet. Dat voorkomt natuurlijk dat de tunnelsluiting langer gaat duren dan oorspronkelijk bedoeld. Of ook dat er meer kosten worden gemaakt dan oorspronkelijk bedoeld. Dus ons uitgangspunt is altijd van, joh, hanteer gewoon een testsysteem. Helemaal helder. Frans, had je ook nog een aantal stellingen voor de toehoorders? Om ze ook een beetje in de actieve stand te krijgen? Nou ja. Zullen we daar eens doorheen gaan stappen? Prima, dan zal ik eventjes mijn presentatie uitzetten. Zal ik jouw eerste stelling voorschakelen? Dat jij hem toelicht? Ja. Even kijken of dit goed gaat. Ja. Als het goed is, zie jij de eerste stelling komen. Ja. Tunnelsoftware leidt tot complexer beheer en onderhoud van tunnels dan vroeger met discrete systemen, discrete techniek. En dan is het natuurlijk aan de aanwezigen om daar een mening over te hebben, eens of oneens. En die mogen nu gelijk invullen, toch Hans? Dat zie ik al gebeuren. We zitten op zo'n 40% inmiddels, 50%. Er zijn mensen aan het nadenken. Ik zal hem bij zo'n 80% zal ik hem doorklikken en dan zien we allemaal het resultaat. Wat driftig gestemd. En ik zie natuurlijk al welke kant het op gaat, Frans. Huh? Ja, dat zegt het niet. Wat is jouw verwachting? Ik kan het toch niet meer veranderen nu? Ik ga er niks van zeggen. Ik ga hem doorklikken. Daar zie je het eerste resultaat. Kijk. En ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Dat vooropgesteld. Het wordt complexer. Aan de andere kant hebben we dus gezien dat het gebruik van tunnelsoftware vele voordelen oplevert ten opzichte van de discrete techniek. Maar ik denk dat dit de pol inderdaad wel aangeeft inderdaad, van hoe het in de praktijk is. Helemaal goed. Aan de andere kant zou ik kunnen zeggen natuurlijk dat bij discrete technieken, daar moet je ook beheer en onderhoud op uitvoeren. Ja. Dus je moet het wel appels met appels gaan vergelijken. Precies. Ik heb de volgende al voorgezet, ook een beetje omwille van de tijd, Frans. Ja, het beheer en onderhoud. Zeven prachtige stellingen gedefinieerd. Hè? Het beheer en onderhoud van tunnelsoftware vraagt om een andere aanpak dan overige systemen en installaties in een tunnel. En dat heeft met name natuurlijk te maken met de lifecycle van tunnelsoftware. Die is toch wel heel anders dan de andere deelinstallatie die we hebben gezien in de tunnel. Ja. Nou, dat wordt driftig gestemd. En daar zie je de resultaten. Hij is zelfs nog iets omhoog gelopen, zie ik. Hij is zelfs naar de 82% gegaan. Ja, je kan hem mezelf ook wel in vinden. Door een andere lifecycle en een totaal andere technologie dan de meeste andere systemen in een tunnel, heb je ook een andere aanpak voor nodig. De aanwezigheid van het testsysteem is cruciaal om tunnelsoftware op een beheersbare manier te beheren en te onderhouden. Ja, volgens mij heb ik deze net al beantwoord in de vraag van daarnet. Ja, ik denk dat Cedric al gestemd heeft. Ja. Overigens voor alle toehoorders, deze resultaten gaan we ook met jullie delen hoor. Dat komt netjes in een pdfje jullie kant op, in ieder geval op de website samen met alle presentaties. Je hebt wel stellingen bedacht, Frans, die een redelijk uitgesproken uitslag hebben tot nu toe. Oké. Okay. Kijk. Precies. Ja. Dat was wel te verwachten natuurlijk, hè, net met het antwoord op de vraag. En ik denk dat het ook gewoon zo is in de praktijk. Dus, ja,
Ik weet niet of je nog geïnteresseerd bent in de oneens, want die waren er ook een paar. Misschien dat iemand daar nog in de chat op kan reageren, als hij dat zou willen. En dan schakel ik inmiddels de volgende voor. Helaas zijn dat een aantal handelingen. Even kijken. Bij 4. Stelling 4. De toename van software in een object, bijvoorbeeld een tunnel, betekent ook een toename van de risico's voor cybersecurity. Die sluit natuurlijk heel goed aan bij de presentatie van zometeen, bij Johannes Braams. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor de presentatie eigenlijk de mening is van de aanwezigen. Precies. Weet Johannes meteen of hij zijn verhaal nog wel moet houden of niet? Driftig gestemd. Er wordt ook mooi gediscussieerd in de chat over het up-to-date houden van het testsysteem en dat het ook aan change management onderhavig is, net als de daadwerkelijke tunnel. Precies, geen wijziging in de tunnel voordat het in de testomgeving getest is en daarmee is de testomgeving ook up-to-date. Precies, cruciaal. Maar wel een principieel ander werkproces dan een aantal jaren geleden. Ja, en deze uitslag is ook denk ik voorspelbaar, hè? Dat een toename van het risico cybersecurity, zeer zeker waar. Maar daarnaast hebben we natuurlijk maatregelen, technisch, organisatorisch en procesmatig, om die risico's wel te beheersen. Even kijken, dan zat ik bij 6 denk ik, hè, Frans? Ik ben even de tel kwijt. Ja. Het regelmatig uitvoeren van kleine software-updates heeft geen voordeel ten opzichte van één grote software-update na een lange periode. Kijk. Nou, mooie discussie in de chat, mensen. Waardevolle toevoeging van dit soort sessies. Wat live altijd lastiger gaat met 40 man discussiëren. Dat is erg leuk. Nou, het is nu een andere uitslag, Frans. Oh ja? Ja. Want het is nu 73% oneens. Zo. Dat lag misschien aan de formulering van je stellingen. Ja. Dat was ook een bewuste keuze, weet je wel. Dat maakt het leven wat lastiger. Het moet niet te makkelijk zijn. Maar dat betekent dus dat iedereen het erover eens is dat het regelmatig uitvoeren van kleine updates voordeel heeft ten opzichte van één keer zoveel tijd. Dat verklaart ook waarom het tijdens jouw laatste deel van je presentatie vrij stil was in de chat. Ik maakte me al zorgen van, zijn er of geen vragen of is iedereen het eens? Nou, dit bevestigt het, denk ik. Dus ja. Dat kan ook groeien naar in ieder geval een wat gestandardiseerde werkwijze. Ja. En dan de laatste, Frans. Ja. Gezien de grote verschillen in risico's, afhankelijkheden en aantal wijzigingen van tunnelsoftware ten opzichte van andere systemen, installaties en tunnels, is het beter om het beheer en onderhoud van tunnelsoftware contractueel ook separaat te beleggen. En dat zien wij ook wel als verschil tussen ProRail en Rijkswaterstaat, waar ProRail die heeft gewoon duidelijk gezegd van ja, dit is een dusdanig ander domein, tunnelsoftware, dat wij dat apart gaan contracteren. En bij Rijkswaterstaat zien we nog dat het gewoon één pakket is, waarin alle systemen die aanwezig zijn in een tunnel worden in één keer op de markt gezet voor beheer en onderhoud. Dus we zien al dat twee grote overheidsinstanties in Nederland van mening verschillen. En ik ben natuurlijk heel benieuwd wat er uit deze poll komt. Ja, ik wacht nog eventjes, want mensen zijn nog druk aan het kiezen. En aan het typen in de chat.
En ik kan alvast verklappen dat deze stelling daar ook aanleiding toe geeft. Dus ik wil daar graag iedereen voor uitnodigen om, als je het eens dan wel oneens bent, om daar nog een motivatie in de chat te zetten als je dat wil. En daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, zie ik al. Zit op 70% van de aanwezigen. Ik wacht nog even op een paar, maar naar de 100% gaan we niet, omdat we natuurlijk zelf niet meestemmen. Nou, Kijk, deze is gewoon 50-50 zo'n beetje. Ja, dat gaat aardig richting 50-50 inderdaad. Ja. Dus ik ben wel benieuwd wat ieders motivatie daarvan is. En wat we daar nog mee kunnen, Frans. Ja. Het heeft natuurlijk allebei voor's en tegens. En het is natuurlijk altijd mooi om te weten wat mensen de doorslag vinden geven. En ik denk dat ook Rijkswaterstaat en ProRail de afweging zelf hebben gemaakt. En die zijn tot verschillende conclusies gekomen. Ja. Gezien de tijd gaat het misschien wat ver om daar nu allemaal op in te gaan, maar ik zou mensen wel willen uitnodigen om je reactie te geven, want dit is misschien wel een onderwerp voor een volgende bijeenkomst om hier eens een keer verder op in te zoomen mogelijk. Dus schroom niet om hier je gedachten op terug te koppelen met ons. Kijk ik even naar de tijd, dan wil ik jou graag heel hartelijk bedanken, Frans, voor je bijdrage. Erg waardevol en ik zie heel veel positieve reacties in de chat. Dus dank daarvoor. Schakelen we even door naar Johannes en mogelijk dat we straks in de discussie nog met z'n drieën in beeld komen als we daar voldoende tijd voor hebben. Maar tot zover, bedankt Frans, super. Prima, graag gedaan. Johannes, mag ik jou dan vragen om je camera aan te zetten en je geluid en je scherm te delen? Ja, dat ben ik aan het doen als de software een beetje meewerkt. En dan zal ik jou ondertussen introduceren. En mensen, zoals al gezegd, Johannes Braams, Royal Haskoning DHV. Zeer actief op het gebied van cybersecurity. En onder andere ook met de cybersecurity-richtlijn van het COB een grote bijdrage aangeleverd. Daar zal hij ook wat over zeggen. En ook Frans heeft de nodige stellingen en vragen voor jullie geformuleerd, die we dadelijk op dezelfde wijze gaan behandelen. Ik zie Johannes zijn scherm al komen en zijn camera ook. En dan ga ik hem uitzetten. Frans, veel succes en plezier. Of Johannes, sorry. Oké, dankjewel Hans. Ja, zoals gezegd, mijn naam is Johannes Braams. Ik ben senior adviseur cybersecurity industriële automatisering bij Royal Haskoning DNV. En zoals Hans al aangaf, ook lid van de werkgroep voor het groeiboek Cybersecurity bij het COB. En ook lid van het industrieel platform Cybersecurity bij de NEN. En daaronder staan nog wat certificeringen die ik de afgelopen jaren heb mogen halen. De term cybersecurity, we zien hem vaak voorbij komen. Ik wou toch even proberen scherp te definiëren wat we daar nou onder zouden moeten verstaan. Deze definitie is afgeleid van een definitie van het NCSC. Cybersecurity is het geheel aan technische, organisatorische en fysieke maatregelen om schade door verstoring, uitvloed, misbruik van ICT en IA-systemen te voorkomen. En belangrijk is dat die schade ook kan zijn het aantasten van de veiligheid en vervolgens beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. En dat is een duidelijk verschil wat je ziet in de industriële automatisering ten opzichte van de IT. Want IT'ers kijken meestal eerst naar vertrouwelijkheid, dan naar integriteit en tenslotte naar beschikbaarheid. In de industrie ligt dat anders. En we praten over informatie en ook over bestuurde processen, terwijl IT het meestal alleen over de informatie heeft die al dan niet gelekt kan worden. En een tweede begrip wat ik graag gebruik is cyberweerbaarheid. En dan, daar bedoel ik mee dat je in staat bent om een verstoring die ondanks alle beheersmaatregelen toch zou kunnen voorkomen, om die gevolgen van die verstoring te beperken. En dat kan zijn de duur van de verstoring, dat kan zijn ook de impact van de verstoring. En daar hoort ook bij het eventueel verzamelen van gegevens, van forensisch bewijsmateriaal wellicht, maar ook gegevens over wat is er gebeurd, wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we daar in de toekomst beter op mee omgaan.
En bij cybersecurity, daar eigenlijk vooral kijken naar proactieve maatregelen, praat je bij cyberweerbaarheid vooral over reactieve maatregelen. En waarom hebben we het nou over cybersecurity en cyberweerbaarheid? Omdat we de kans op verstoring van het functioneren van een object, die willen we onder een acceptabele grens brengen en houden. Merk op dat ik niet zeg zo klein mogelijk maken, maar onder een acceptabele grens brengen. En wat die acceptabele grens is, ja, dat wordt bepaald door de organisatie die uiteindelijk verantwoordelijk is voor die installatie. En cyberweerbaarheid, dan praat je dus over de gevolgen van de verstoring van het functioneren van het object beperkt tot de maximaal geaccepteerde duur en omvang. En ook daar, dat is dus weer afhankelijk van de organisatie die verantwoordelijk is voor dat object. Het kan voor de een anders zijn dan voor de ander. Frans had het ook al over balans. In cybersecurity heb je een balans tussen de technische maatregelen die je kunt treffen, de organisatie die die maatregelen moet onderhouden en ermee moet werken, en de processen die je definieert. Dat geheel moet in balans zijn. Als je alleen maar technische maatregelen neemt en de mensen daar niet in meeneemt en niet op voorbereidt, dan vind je op een gegeven moment bijvoorbeeld de gele stickers met hele moeilijke wachtwoorden onder op het toetsenbord gepland en geplakt, en dan schiet je je doel voorbij. En een andere balans gaat ook over het risiconiveau wat je acceptabel vindt. Het geld wat je bereid bent om te besteden om beheersmaatregelen te treffen. En het gebruiksgemak van de installatie. Soms zul je zien dat als je beveiligingsmaatregelen treft, dat het dan toch net wat minder makkelijk bruikbaar wordt. En ja, vind je dat acceptabel? Ook dat is dus een balancing act. En dan kom ik even toe aan de stellingen. Hans, als jij die voor wilt zetten. Ja. Het eerste gaat erover van, zijn we op de hoogte van wie er in mijn complex aanwezig is, überhaupt? Weten we dat? Nee, en na de stellingen gaat mijn presentatie nog wel weer een poosje verder. Hans, hoe loopt het met stemmen? Ik zal mijn spulletjes aanschakelen, kun je mij ook horen? Ja. We zijn er. Let op. Die 78% is een beetje het max vanwege het aantal deelnemers en hosts. Maar je ziet de doorslag op meestal. Ja, dat valt mij mee. En wat mij vooral meevalt is dat niemand zegt, nou dat weet ik nooit. Soms, ja, dan moet je je misschien zorgen maken. Ja. Volgende stelling. Pakken we de tweede. En die bouwt eigenlijk op de vorige door, hè? Als we weten wie er in dat complex aanwezig is, wat spoken ze daar dan uit? Weten we dat? Eens kijken wat hieruit komt. Kijk, de stemmen, het antwoorden gaat steeds sneller. 63%. 66. Een paar twijfelaars, 75. En die laatste twee ga ik er maar vanuit dat we vergeten zijn. Weet niet geen mening, hè? Ja. Niet al iets meer verdeling. In de chat zie ik nog een opmerking. Er worden werkvergunningen uitgegeven. Ja, dat is bij sommige tunnels zo. Maar dat is vast niet overal zo. En eigenlijk zou je natuurlijk graag zien dat iedereen altijd weet wat er gebeurt. Ja. Maar
Dat kan nog niet zo, dus daar is nog wel winst te behalen. Mogen we de volgende stelling? Dan gaan we naar 3. Even kijken waar ik hem heb. Ja, hoe gaat een monteur die iets moet doen met zijn laptop om? Of als hij, of, nee, hoe gaat hij dat, wat doet hij? Gebruikt hij een eigen laptop? Gebruikt hij een aantoonbaar virusvrije laptop? Of zijn er op het complex zelf laptops aanwezig die gebruikt moeten worden? Ja, wordt driftig gestemd. We zijn er bijna, Johannes. De laatste paar nog. En daar hebben we het resultaat. Ja, en dat is, vind ik toch alweer wat schrikbarender. Want zoals iemand in de chat ook zegt, ja, hij komt net van de McDonald's af, van de openbare wifi, en daarna hangt hij en sluit hij met mijn tunnel aan. Nee. Ja, ja, en hoe veilig is het dan nog? Ja, daar ga jij straks ongetwijfeld wat over zeggen. Ja, nou, ja, kijk, weet je, elk van de drie opties heeft zo zijn eigen voor- en nadelen en zijn eigen consequenties voor de risico's die je loopt en wat je wel en niet wilt spelen. Precies. Stelling nummer 4. Of vraag nummer 4, beter gezegd. Ja. Als iemand iets aansluit, krijgen we dan automatisch daarvan een bericht ergens. Dat iemand dat ziet. Of het gebeurt helemaal niet, dat weet ik niet. Of iets ertussenin. Ja, er komt de vraag in de chat. Is de vraag of het zou moeten of wat er in de praktijk gebeurt? Ik denk dat jij op zoek bent naar wat er in de praktijk gebeurt. Ik ben nu vooral op zoek naar wat er in de praktijk gebeurt, inderdaad. Klopt. Ja. En ja, wat er in de praktijk zou moeten, daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Dat is, zoals ik in het begin al aangaf, dat is ja, ook afhankelijk van het risiconiveau wat je bereid bent te accepteren en de hoeveelheid geld en middelen die je bereid bent te investeren. Ja. En op basis van die balans maak je daar een keuze in. Precies. Nou, er wordt driftig geantwoord. Ook door een paar mensen die er goed over na moeten denken. We zitten op 60%. Dus ik wacht nu even tot we richting de 75 gaan. Overigens erg leuk om te zien hoe actief iedereen stemt. Want dat is soms ook wisselend bij dit soort dingen. Maar nu zie ik iedereen meestemmen zo'n beetje. Dus dat geeft jou ook een beter totaalbeeld, Johannes. Ja, en ik zie het nog, optie ben vergeten. Je krijgt geen bericht, maar het apparaat kan ook niet communiceren. Ja, ja die, precies. Die had ik ook nog kunnen toevoegen, dat had ik even niet aan gedacht. Ja. Ja. Ik klik hem door voor je. Heel verdeeld beeld. Ja, met wel een uitschieter. Of, ik weet het niet. Ja. 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 Kom je straks vast terug. Gaan we naar nummertje 5. En ja, dan praat je in feite weer over CI's, hè? Configuration Management. Weten we nou precies wat er in die tunnel aanwezig is van apparatuur en software? En variërend van, nou, ik heb geen idee. Tot, nou, dat weet ik heel precies en dat weet ik ook op elk moment. Ja, een deel van de stellingen, met name de eerste stellingen, die gaan vooral op over het onderwerp zichtbaarheid. Weten we en zien we wat er gebeurt in die tunnel? Dat is een heel belangrijk aspect als je over cybersecurity gaat praten en als je over incidenten gaat praten. Zie je überhaupt wat er gebeurt? Als je niks ziet, ja, dan weet je het ook niet. Dan kun je ook niet reageren. We zijn er bijna. Ik wil een paar mensen de kans geven.
En ook iemand inderdaad in de chat die al aangaf, hè, Johannes. Mijn antwoord geen bericht, maar device krijgt ook geen toegang. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een middel om te beveiligen. Komt hij aan. Ja, ook hier zie je toch wel wat ruimte voor verbetering. Want als je alleen de S-Build documentatie hebt, tenzij je sinds dat die gebouwd is helemaal niks hebt gewijzigd, dan ben je toch niet echt goed op de hoogte. Dus ik denk dat de antwoorden 3 en 4, dat al een stuk beter. Alleen het derde antwoord wordt wel een zoekplaatje. Je hebt de S-Build documentatie en alle uitgevoerde wijzigingen. En die moet je bij elkaar gaan optellen om te weten hoe het nu precies zit. Dus mijn voorkeur heeft, maar dat is misschien wel duidelijk, de laatste, je hebt een C en een B en die wordt keurig bijgewerkt bij elke wijziging. Dan ben je tenminste op elk moment op de hoogte. Ja. Dan gaan we naar de ene laatste. Ja. En dan gaan we over de risico's praten. Hè? Weten we welke risico's we lopen? We zijn er bijna. En daar hebben we het resultaat, Johannes. Ook weer behoorlijk verdeeld. Maar ook hier denk ik voldoende ruimte voor verbetering. Want geen idee, zou ik me zeer zenuwachtig van worden. En ik denk het wel, zou ik me ook niet helemaal zo lang bij voelen. Die risicoanalyse is al een stuk beter, maar ja, wie heeft dan de risico's die overblijven geaccepteerd? En wie heeft dan bepaald welke risicoreducerende maatregelen wel of niet moeten worden doorgevoerd? Maar wel herkenbaar in onze sector. Hè? Gaan we nog even naar de laatste stelling? Ja. Leuk om in de chat de reacties te zien en sommige mensen die ook al technische oplossingen aan met elkaar delen. Mooi toch? Ja. En we zijn er doorheen. Nou, hier mag jij nog wat van vinden, Johannes. Ik vind er zeker iets van. Kijk, ik mogen duidelijk zijn dat wat ik graag zou zien, het laatste antwoord is natuurlijk, hè, van dat weten we precies en dat oefenen we regelmatig. Dus ook hier ruimte voor verbetering. En degene die zegt, nee, er kan toch niets gebeuren. Ik ben heel benieuwd op basis waarvan hij dat zegt. Maar dan zeg ik altijd van ja, in Iran, in die centrifugiecentrale, dachten ze dat ook. Tot er iemand met een USB-stickje kan rondwandelen. En dat uiteindelijk 1000 van 5000 ultracentrifuges kaduuk waren. Dus ja, nee, er kan toch niks gebeuren. En de variant daarop, die ik ook wel eens tegenkom op internet, er is hier nog nooit iets gebeurd. Dus waar hebben we het over? Ik zou daar niet heel rustig van slapen. Precies.
Maar die laatste, ja, we hebben een incident-responsplan dat jaarlijks wordt geoefend, is ook meteen wel de meest complexe, denk ik. Eens, hè, dat is het ideaalplaatje. En ik snap ook dat we daar niet van vandaag op morgen in één keer zijn. En dat zijn ook heel veel organisaties die daar nog lang niet zijn. Maar dat is eigenlijk wel waar we naar zouden moeten streven. Precies. Ik ga eens kijken of ik jouw presentatie weer terug kan zetten. Volgens mij is dat gelukt. Ja. Nou, onderwerp risico's, wil ik nog even op door. Nog weer een paar definities eigenlijk. Je hebt bedreigingen en je hebt risico's. En wat ik vaak zie is dat risico's worden geformuleerd als alleen maar een bedreiging. Zoals bijvoorbeeld een niet geautoriseerd persoon heeft fysiek toegang tot de dien- en technische ruimte van een tunnel. Dat is een bedreiging. Wat is nou het risico wat erbij hoort? Als hij die toegang heeft en krijgt, dan kan hij die IA-systemen uitschakelen met als gevolg dat die tunnel niet beschikbaar wordt. Dus in mijn optiek, en ik heb een achtergrond ook in projectmanagement, waar risicomanagement een onderdeel van is, zou je een risico altijd moeten formuleren in de zin van, als een ongewenste situatie, dan gebeurt er iets en dat gevolg, dat wil ik eigenlijk helemaal graag voorkomen. Zo hebben we ook zwaktes. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de apparatuur worden door het operatiesysteem niet in de logging vastgelegd. Ja, wat is dan het risico? Als een onbekend proces wordt gestart op een bestuurderscomputer en dat wordt niet gelogd, dan kan ik achteraf dat niet terugzien. En dan kan ik dus ook niet vaststellen wat de oorzaak van de onverwachte gebeurtenissen die misschien voorbij komen is geweest. In cybersecurity hanteren we wel eens wat genoemd wordt het vlinderdasmodel, oftewel het bowtie model, waarbij je bedreigingen en consequenties tegenover elkaar zet en in het midden de onacceptabele topgebeurtenis. Praten we nou over een tunnel, dan zijn er eigenlijk twee, een onveilige dan wel een onbeschikbare tunnel. Dat willen we eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen. Ik wil niet zeggen te alle tijden, maar dat wil je toch zoveel mogelijk voorkomen. Maar hoe zou dat nou kunnen optreden als ik even kijk alleen naar het werkveld van cybersecurity? Want er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden waardoor een tunnel onveilig of onbeschikbaar kan worden. Maar ik wil nu alleen even naar cybersecurity kijken. Ja, er zou een verkeersgevaarlijke situatie kunnen ontstaan door een vreemde besturing, omdat een ongeautoriseerde persoon toegang heeft gekregen tot het netwerk. Of tot de besturing van het tunnelsysteem via dat netwerk. Een tunnelbuis zou ongekund gecontroleerd kunnen worden afgesloten. Dat is ook bijzonder onveilig. Met diezelfde bron. Er zou een brand in een technische ruimte kunnen ontstaan, omdat iemand gewoon gekke dingen doet. Waardoor er iets helemaal fout gaat. Of omdat er een beschadiging is aan het tunnelsysteem ten gevolge van ongeautoriseerde handelingen. De veiligheidskritische functies zouden onbeschikbaar kunnen raken. Wederom vanwege beschadigingen, onbeschikbaarheid. Mensen die niet weten wat ze doen. Wat betekent dat nou? Ja, een onveilige of onbeschikbare tunnel. Dat kan een verkeersinfarct opleveren op het wegennet. En dat kan leiden tot een ernstige of lichtere stremming van het verkeer. Maar in ieder geval, het publiek gaat er van alles van merken. Zeker als de tunnel niet beschikbaar is. Het kan lang of kort duren. Een voorbeeld van een niet beschikbare tunnel ten gevolge van een brand is de Schipholtunnel geweest een paar jaar geleden. Dat was dan wel geen cyberoorzaak. Maar dat heeft toch enige weken geduurd voordat de schade die de brand had aangericht in de dienstgang weer was hersteld. Er kunnen verkeersongevallen plaatsvinden met slachtoffers. Misschien licht, maar misschien ook echt wel mensen met letsel of erger. Voorbeeld dat ik wel eens gebruik van stel nou dat iemand plotseling het licht in een tunnel uitdoet. Weten we dan van tevoren wat de bestuurders die door die tunnel rijden met 100 km per uur, wat die gaan doen en wat dat voor gevolgen heeft. Nou, als je praat over risico's, ja, die risico's die wil je eigenlijk reduceren. Nog even teruggrijpend op de formulering van daarnet. We hebben een risico en de dreiging hier is een hacker neemt de bediening over. Nou, wat moet hij dan doen? Dan moet hij bij de IA-computers kunnen komen. Hoe doet hij dat? Hij kan inbreken in het dienstgebouw of hij kan via het netwerk binnenkomen. En uiteindelijk heeft die hack een impact. Nou, dit is iets wat we natuurlijk eigenlijk liever niet willen. Dus wat kunnen we nou doen om de kans hierop te verkleinen? Ten eerste de fysieke beveiliging op orde brengen. Dat het niet zo makkelijk is om binnen te komen. En niet zomaar de voordeur kunnen open doen.
daar zijn allerlei maatregelen die je daar op dat gebied kunt treffen. Inbreken via het netwerk, ja, dat moeten we toch ook moeilijk maken door netwerkbeveiligingsmaatregelen te treffen. Wat voor maatregelen zijn, daar gaat nu even iets te ver. Vervolgens moeten we zorgen dat als iemand al zeg maar, binnen is gekomen, op de een of andere manier, dat hij dan niet zomaar die computer kan gebruiken. Dus dan moet je logisch toegangsbeveiliging hebben. Bij voorkeur persoonlijke accounts met sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld. En ja, als hij de bediening heeft overgenomen, dan hebben we een incident. En dan moeten we wel op de juiste manier op dat incident kunnen reageren. Dus daar komt die incidentrespons waar ik eerder al had weer bij kijken. Een andere maatregel die je kunt treffen om het die hacker moeilijker te maken, is dat je anti-malware beschikbaar hebt, dat je zorgt dat de zaken gepatcht zijn, dat bekende kwetsbaarheden zijn weggenomen. En je moet ook weten dat die hacker wat doet, wil je überhaupt kunnen reageren. Dus je hebt signalering nodig. En het niet onbelangrijke in dit hele gebeuren is de awareness bij de gebruikers van cybersecurity en de risico's die we op dat gebied lopen. En dat is ook iets waar je permanent aandacht aan moet besteden. Dat is niet genoeg om daar één keer een presentatie over te geven en dan te denken, nu weten ze het. Dat zul je regelmatig moeten herhalen. En asset management, hij is ook al genoemd, is een hele belangrijke pijler voor cybersecurity. Ik zeg vaak, cybersecurity bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Goed asset management en goed risicomanagement. En dat asset management, dat heb je ook nodig om te weten welke patches je wel en niet moet doorvoeren. Want niet elke patch die door Microsoft wordt uitgebracht bijvoorbeeld is relevant. Maar er zijn er een aantal die wel relevant zijn. Moet je wel weten wat je hebt. En het asset management is ook handig als er gesignaleerd wordt. Dat je weet van, waar komt de signalering vandaan? Welke computer is dat? Wat is er aan de hand? En tenslotte, om die incidentrespons goed te kunnen doen, heb je vaak ook backup nodig, omdat je dingen moet kunnen herstellen. Als bijvoorbeeld cryptoware is binnengekomen, dan zul je van een backup opnieuw moeten opbouwen. En uiteindelijk, als we alle maatregelen hebben genomen en ze zijn effectief, dan blijft hopelijk de impact van de hack beperkt. Johannes, er zijn wat vragen in de chat die een beetje op deze sheet slaan en daar in dezelfde lijn zijn. Met name de vraag van, maar waarom is het voor een hacker überhaupt interessant om die tunnel aan te gaan vallen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het voor de gemiddelde hacker, je hebt hackers in allerlei soorten en maten. Voor de gemiddelde hacker is het niet zo vreselijk interessant, anders dan dat hij kan zeggen, kijk eens wat ik heb gedaan. Daar zijn natuurlijk ook altijd een aantal die motivatie hebben om binnen de community op de borst te kunnen kloppen. Maar als je praat over bijvoorbeeld cybercriminals en statelijke actoren, stel een statelijke actor zou Nederland economische schade willen toebrengen en zou ertoe overgaan om de tunnels en de Brienenoordbrug in de omgeving van Rotterdam allemaal aan te vallen en buiten de tijd te stellen. Ik kan me zo voorstellen dat we daar als Nederland niet heel vrolijk van worden, als zowel de Brienenoordbrug als de Beneluxtunnel, als misschien zelfs ook de Maastunnel, geblokkeerd worden en straks de bankenbrugverbinding er ook nog een keer bij. Hoe meer verbinding we hebben, hoe redundanter, hoe lastiger het wordt voor die hacker. Maar dat soort overwegingen, en gelukkig hebben wij als Nederland niet zo heel veel van dat soort vijanden, maar dat zijn de scenario's waar je aan zou moeten denken. En dat zijn meteen ook de meest lastige tegenstanders om je tegen te verdedigen, want dat zijn de mensen met veel tijd en geld. En wat jij mij in het voorgesprek ook nog uitlegde, Johannes, is dat er ook gewoon robots draaien die continu kijken of er nieuwe IP-adressen zich melden op het internet en gewoon volautomatisch de aanval openen, of je het nou wel of niet. Ja. Dat vond ik ook wel een schrikbarende. Dan dat is het verhaal kan ik misschien straks nog wel even vertellen, maar misschien goed om eerst even de presentatie verder te gaan. Heel goed. Waar we praten over weerbaarheid in de levenscyclus. Hè? Ook even teruggrijpend op het lifecycle model van Hans van daar straks. Als je weerbaar wil zijn, dan moet je rekening houden met het onderwerp cybersecurity vanaf het allereerste begin. Dus cybersecurity by design. En cybersecurity in het eisenpakket van de opdrachtgever. Dat is wat je Rijkswaterstaat nu ook ziet doen. En elk contract wat Rijkswaterstaat de laatste tijd op de markt heeft gezet en de komende tijd ook op de markt gaat zetten, daarin zit een pakket aan eisen op het gebied van cybersecurity en daaronder ligt ten grondslag de cybersecurity implementatierichtlijn objecten RWS. En security is belangrijk vanaf het
allereerste voorlopige ontwerp via alle ontwerp- en realisatiestappen tot en met de sloop. Ook bij de sloop moet je er rekening mee houden dat je misschien computers met de data erop gaat afvoeren, waarvan je denkt van ja, die data moet daar toch eerst af. Het is ook een belangrijk onderwerp in de verificatie- en validatiefase, omdat dat de fase is waarin je moet vaststellen of datgene wat je aan security maatregelen in je ontwerp hebt opgenomen, of die nou ook daadwerkelijk effectief zijn gerealiseerd in software, in de inrichting van de netwerk. En je moet het continu bewaken tijdens de levensloop van je object. Cybersecurity is iets, daar ben je nooit klaar mee. Dat gaat gewoon permanent door. Dat is een permanente Deming Circle. Vandaar ook de cirkel die getekend staat rechts. En wat ik al zei, asset management is daarbij van levensbelang. Je moet alle componenten kunnen identificeren. Je moet weten hoe je netwerk in elkaar zit. Je moet met enige regelmaat je risicoanalyse opnieuw uitvoeren. Dat kan eventueel gebaseerd op modellen. Maar je moet dat regelmatig opnieuw doen, omdat er elk jaar, bijna elke dag wel, nieuwe kwetsbaarheden bekend worden, nieuwe dreigingen bekend worden, waarbij je moet kijken van ja, en wat betekent dat nou voor mijn situatie? En daarbij kun je gebruik maken van scenario's en simulaties. En bij simulaties zijn testomgevingen natuurlijk weer heel erg handig. Die hadden we toch al nodig. Wat moeten we nou doen? En dit is eigenlijk een beetje ook geformuleerd op hoe de ISC 62443 de standaard op het gebied van cybersecurity voor industriële automatisering daarmee omgaat. Je moet je assets identificeren, je moet je proces identificeren, risicoanalyses uitvoeren, eerst op het systeem als geheel en vervolgens op de verschillende deelsystemen in meer detail. Dus niet alleen op de software zoals ik in de chat voorbij zag komen, dat moet je wat holistischer bekijken. Je moet je risicotolerantie bepalen. Dat wat ik eerder al zei, je moet weten wat vind ik een acceptabel risiconiveau. Tot welk niveau moet ik mijn risico's reduceren. Als je je tolerantie weet en je weet welke risico's je loopt, dan kun je bepalen welke maatregelen er nodig zijn om de risico's te reduceren tot dat acceptabele niveau. Die maatregelen die zul je vervolgens moeten implementeren. En dan ga je kijken, als je dat geïmplementeerd hebt, was dit nou effectief? En, of moet ik meer doen? En zo zit je weer in zo'n cirkel. Nou, dit hele gebeuren, daar hebben we vanuit het COB ook aandacht aan besteed in het Cybersecurity Groeiboek. Dat is de eerste versie daarvan is in november 2018 ten doop gehouden door Leen van Gelder. Die was primair gericht op beheerders van tunnelobjecten. En daarin werd aandacht besteed aan wet- en regelgeving, risicogestuurde aanpak, maatregelen, borging en ervaringen uit de praktijk. Maar zoals bij een groeiboek hoort, is er een jaar later een nieuwe versie uitgekomen. Waarin we dat groeiboek hebben uitgebreid, gericht op nieuwbouw- en renovatieprojecten, inclusief sloopactiviteit. Waarbij je ziet, de lijst ontwerpen in het groeiboek is stevig uitgebreid vorig jaar. En ook dit jaar zijn we weer aan een update bezig. En dat noemen we bewust even versie 2.5. We willen in ieder geval de leesbaarheid van het groeiboek proberen we te verbeteren en we voegen nog weer een paar onderwerpen toe, zoals de business case. Hoe ga je nou een business case opstellen voor cybersecurity maatregelen? Wat betekent dat nou? Hoe moet je dat doen? Hoe moet je dat aanpakken? Een volwassenheidsscan van de organisatie zou je in geïnteresseerd kunnen zijn. En wat betekent nou cybersecurity en safety? Een naar mijn idee nog wat onderbelicht gebied, want zoals TUF een paar jaar geleden al een keer in een conferentie stelde, is een machine die aan de machine-richtlijn voldoet, is hij wel safe als hij niet secure is? Er zit een samenloop in. Ik noemde ook al de cybersecurity implementatierichtlijn. Die wordt door RWS gebruikt. Die is alweer een jaar of 6 geleden voor het eerst op het toneel verschenen. Is gebaseerd op wat toen gold, namelijk de BIR. Die is weer gebaseerd op ISO 27001. Op de checklist ICS-kader van het NCSC. Op een maatregelpakket van NIST. En op wat op dat moment beschikbaar was van de ISC 62443. Ik noemde hem al. Die cybersecurity implementatierichtlijn die kent een aantal maatregelpakketten. En elk maatregelpakket richt zich op de mens, op procedures en organisatie en op techniek. En bij CCR horen standaard contractbepalingen, zowel op procesgebied als op techniekgebied. En dit zijn de 10 maatregelenpakketten uit CCR, vanaf fysieke toegang via logische toegang, instant response, netwerkkoppelingen, malware, hardening, patching, logging, monitoring, zichtbaarheid dus,
bewustwording en training, hè, die factor mens weer. Hoe ga je om met wijzigingen? Hoe ga je om met beheer en onderhoud? En hoe ga je om met backups? Op dit moment wordt er een nieuwe versie van CCR ontwikkeld. Daar zijn we al heel ver mee. Die is dan gebaseerd op bio. Hè, want bio heeft de BIR en de flankerende standaarden voor de overige overheidsonderdelen, de IBI, de DIG en de BIRA, vervangen. Er geldt nu nog één standaard voor de hele overheid. En ISC 6443 is de afgelopen jaren verder uitgebreid, dus daar is veel meer van in de CCR opgenomen. En die gaat ook gebruikt worden buiten RWS. Er komt, heb ik begrepen, van RWS ook een RWS-vrije versie van. Die is minder, waar de RWS-terminologie zoveel mogelijk uitgehaald wordt. De status van die nieuwe versie is op dit moment in review. En de verwachting is dat die tussen nu en het eind van het jaar gepubliceerd gaat worden. Ik heb ook begrepen dat RWS al bezig is een contract voor te bereiden. Wat gebaseerd zal zijn op de nieuwe versie en niet meer op de oude versie van de CCR. Maar dat heeft ook te maken met de gebruikelijke looptijd van de contracten die RWS op de markt zet. Vele jaren. En dat is mijn verhaal. Zijn er vragen waar we nu aandacht aan willen besteden? Dankjewel, Johannes. Nou, er zitten wel wat vragen in de chat. Ik zit even te kijken of er hele spannende zijn. Want ik zag er een aantal die volgens mij inmiddels beantwoord zijn. Hè? Welke eisen moet ik stellen aan cybersecurity? Ja. Ik zie wel een opmerking waar ik van Ben Bastiaans op RWS-tunnels kunnen ze niet inbreken. Ja, ik zou dat nooit zo hard durven stellen. Ja, er zijn verschillende lagen tussen de buitenwereld en de tunnels. Je moet eerst op het netwerk van RWS binnenkomen en van daaruit kun je pas naar de tunnels. De kans dat ze kunnen inbreken, denk ik dat inderdaad heel klein is. Maar die is niet nul. In cybersecurity kun je nooit spreken over een kans nul. Dat bestaat gewoon niet. Er zijn altijd, op het moment dat je ergens een fysieke verbinding hebt, is er theoretisch gesproken altijd de mogelijkheid om die verbinding te misbruiken. Verderop werd ook al een tip gegeven dat het via de wegkantsystemen mogelijk moet zijn. Laat ik hier nu niet ingaan. Ik weet net even te veel hoe het netwerk van de RWS elkaar steekt. Ik kijk ook een beetje naar de tijd, Johannes. Ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw verhaal. Ik heb ook het vermoeden, als ik zo in de chat kijk, dat dit best nog een keer een verdiepingsslag vraagt in een volgende sessie. Ja, maar die laatste wil ik nog wel even antwoord op geven, Hans. Wat zeg je? Die laatste wil ik nog even antwoord op geven. CCR buiten RWS. Want ik kan nog wel toevoegen dat de nieuwe versie van CCR ontwikkeld is samen met het waterschapshuis. Dus samen met de Verenigde Waterschappen. Dus de waterschappen gaan hem ook gebruiken. Hij kan en zal waarschijnlijk ook gebruikt worden door gemeentes die bijvoorbeeld tunnels onderhouden of op afstand beweegbare bruggen en sluizen en dergelijke. Dus er zijn nogal wat overheidsinstanties die objecten hebben die wel enigszins lijken op die van RWS, waar je dus heel goed de CCR ook op kunt toepassen. En dan zeg ik altijd, waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als je het gewoon goed kunt kopiëren? Ja, helder. Dankjewel. Ik heb het vermoeden, Johannes, dat we nog een keer hierop verder gaan in een vervolgsessie. Prima. Misschien was het ook een introductie. Dank voor jouw uitleg en terugkoppeling. En het voorbereiden van de interactie met de groep. Er komen nog wat vragen. Ik zou vooral zeggen, ga daarmee door. Johannes kan ook in de chat nog antwoorden. Ik wil hem namelijk met jullie afronden, maar ik heb daarbij ook nog een vraag aan jullie. Ik hoor ineens niks meer. Maar... Nu wel van Johannes? Ja. Mooi. Nou, nogmaals dank aan de sprekers Frans en Johannes. Hartelijk bedankt voor jullie verhaal, maar ook voor de voorbereiding en de voorbereidingsgesprekken die wij hebben gehad. Hartstikke mooi. Een paar kleine dingetjes voor de afronding en daarbij heb ik ook nog een actieve vraag aan jullie. Dus blijf nog heel even hangen. Dit webinar komt online, zodat jullie terug kunnen kijken, maar ook kunnen delen met je collega's. We zijn bezig om nog een webinar voor te bereiden aan het eind van het jaar over het handboek Ken je Tunnel en het project van realisatie en exploitatie, die allebei onder het platform vallen. Daarnaast zijn we druk bezig met de ontwikkellijn digitaal. Daar hebben jullie waarschijnlijk al wel wat langs zien komen, ook in deze plaat. Dat heeft ook lijntjes met deze beide onderwerpen. Hou daar de website van in de gaten. Bij een volgende platformbijeenkomst zal ik daar ook wat meer tijd voor inruimen om jullie daarop terug te koppelen.
Maar ik heb nog een laatste puntje. Ik wil graag jullie als aanwezigen benutten om even na te denken over de onderwerpen voor de platformbijeenkomsten voor volgend jaar. Dat mag een verdiepingsslag zijn op deze onderwerpen van vandaag of vorige platformbijeenkomsten of anderszins. Ik heb daar een poll voor klaargezet. Die ga ik ter afsluiting openzetten. Met het verzoek aan jullie om daar gewoon je zaken in terug te koppelen. Dat mag nu en ik laat hem gewoon nog een kwartiertje, een half uurtje openstaan. Zodat je daar je zaken in kwijt kan. En dan kunnen wij weer een mooi programma voor 2021 gaan samenstellen. Nou, rest mij jullie allemaal te danken voor je aanwezigheid en je activiteit ook in de chat. Daar ga ik nog eens even rustig naar kijken. En zitten daar nog dingen in die echt even antwoord van Johannes of Frans verlangen? Dan komen we daarop terug. Ik zie Johannes nu ook al lezen. Dus Johannes, ook voor jou. Als je nog wat dingen wil beantwoorden, graag. Geldt voor Frans ook. En rest mij jullie te bedanken voor de aanwezigheid. En tot de volgende keer. Ik laat de sessie nog even openstaan, maar ga camera en microfoon uitzetten, zodat jullie rustig ook de poll kunnen invullen met wenselijke antwoorden. Ik heb daar al een aantal thema's aangebracht waar je ze onder kan hangen. Maar het mag ook over onder het kopje overig. Dus graag onderwerpen die je graag zou behandeld zien in een platformbijeenkomst beheer en onderhoud. Dank jullie wel.